tweemaal feest in Antwerpen gisteravond. Metropolis, het megacomplex met 22 zalen en meer dan 2 miljoen bezoekers, vierde zijn eerste verjaardag. Max, het geesteskind van Jacques Vermeijre, vierde er zijn geboorte. Met veel publiek en op nogal luidruchtige wijze. Ik ben gewoon de Max, want dat er is in mijn bloed heb ik voor goed geproefd. Want dansen is mijn hele leven. De best onderhouden ze wel. Max verkoopt sporttrofeeën. Een bemoeizieke vader, een vrijgevochten tienerdochter en een verleidelijke danseres maken Max' leven noodloos ingewikkeld. Het is een film zoals verwacht, niet grensverleggend. Mevrouw, wat is uw beroep? Oh, zeg maar Annie, ik ben mezelf nog aan het zoeken. Dat is precies zoals bij mij. Pa moet me ook altijd zoeken. En brengt dat iets op, u zelf zoeken? Niet alles wat de mens doet, moet opbrengen. Hm? Het is een zeer commerciële film. En het publiek zal krijgen wat ze vragen. Ik bedoel, ze zien ook een Jacques Vermeijre in een rol underdog typen. Wij kunnen ons niet veroorloven in Vlaanderen om risico's te nemen. Ik bedoel, een film kost veel geld. En je kunt uitrekenen hoeveel mensen er moeten komen kijken om er aan uit te geraken. Jacques Vermeijre is een ster, tenminste op tv. En dat geldt ook voor de andere acteurs in Max. Ze zijn groot geworden in VTM's Wittekerk of in BRTN's De Kampioenen. Film maakt hen zenuwachtig. Het is de eerste keer, hè. Ik voel me zo'n beetje... klein. Mappa! Ja, daarom ben ik een beetje zenuwachtig. Dat is normaal, dat zal wel overgaan straks. Ook. Beetje onzeker over de kwaliteit van de film? Nee, zeker niet. Nee, ik ben heel tevreden. Mappa! De film moet een succes zijn. Doe anders dan is het de moeite niet dat je nog een tweede maakt. Maar hij verjaar? Oh, happy birthday. En vraagt u zich nu natuurlijk af, hoe was Max? Wel, Max was... Soms heb je echt niet te genieten. Ik ben niet zo'n grote fan van Jacques Vermeijre, maar de... Ik moet zeggen, hij heeft nu van zijn positieve kant laten zien. Het is gewoon prachtig, echt waar. Het is ongelooflijk. Max heeft 78 miljoen frank gekost.